De verhuis van Souvenir van Ieper naar Gent is beslist eigenlijk naar aanleiding van grijpende wegenwerken voor onze oude locatie in Ieper. We hadden verschillende opties. We konden kiezen voor een tijdelijke pop-up locatie, maar gezien we daar huurden, wilden we eerder investeren in een eigen pand. Dit pand was vooral interessant voor ons omdat het de centrale ligging, bereikbaarheid eigenlijk net buiten het circulatieplan van Gent. Klanten die Gent zelf niet willen hebben, konden hier eigenlijk binnenrijden, parkeren, direct de parking terug de snelweg op. Anderzijds zitten we naar de binnenstad toe ook heel centraal voor mensen die het willen combineren met een bezoek aan Gent of een overnachting dan. Het pand zelf was eigenlijk in een heel goede staat. Er was een bestaande vrij recente restaurantkeuken aanwezig. Dus wij konden hier eigenlijk een vrij snelle start maken zonder al te grote werken. In de voorbereidingen voor de aankoop van dit pand hadden wij ook heel wat vragen naar de dienst Monumentenzorg toe. En Melanie van Turner heeft dan voor ons eigenlijk wel heel wat werk verzet, ons in contact gebracht met Monumentenzorg, bezoeken hier ter plaatse op zich genomen om het eigenlijk allemaal voor ons in kaart te kunnen brengen wat er mocht, wat de mogelijkheden waren met het pand, eigenlijk nog voordat we beslist hebben om het te kopen.